Dit is een beetje bedoeld als een gedeeltelijke recensie, want ik heb het boek nog niet uit. Dit is bedoeld als gedeeltelijke recensie als een boek van een boek van Eva Rovers over Boudewijn Bug. Dit zijn berichten die ik haar stuurde en het is eigenlijk één stukje, een groot stuk recensie, maar dan met een persoonlijke noot erin verweven. Alles is dus een open brief geworden, wat mij betreft. Ik ga nu voorlezen wat ik eerst uitschreef en daarna laat ik je de gesproken berichtjes horen die ik haar stuurde in de Facebook chat. Hey, terwijl ik langzaam in het spannende boek van je bezig ben, vallen er voor mij ook heel wat puzzelstukjes op zijn plaats. Ik wist wel dat ik raakvlakken had met Boudewijn, maar kon het niet goed benoemen. Ik herkende in hem altijd veel dingen. Zo had hij een web van leugens om zich heen geweven, waardoor hij een waanwereld om hem heen schiep. Ik deed hetzelfde, maar dan met de fantasiewereld. In de periode dat ik zwaar gestrest was, ging ik een fantasiewereld rondom mij creëren, puur om te overleven. Toen ik dit met een hulpverlener besprak en erachter kwam dat het allemaal een fantasiewereld was, kon ik subiet uit die fantasiewereld uitstappen. Ik vroeg de hulpverlener of het niet raar was zo'n hele fantasiewereld om je heen bouwen. Die hulpverlener zei van niet. Het was waarschijnlijk ontstaan uit overlevingsdrang. Ik ben je nu al dankbaar, Eva, voor het schrijven van dit boek. Nog voor ik het uit heb, je hebt een goede kijk op het hoe en waarom van het gedrag van Boudewijn Bug. En zonder het te weten, heb je misschien ook een goede kijk op mijn fantasiewereld, zoals ik die had. Sorry Eva voor de schrijffoutjes en de grammaticafoutjes. Wat er staat in de periode dat ik zwaar gestrest was, ging ik een fantasiewereld rondom mij creëren. Dat moet het zijn in plaats van rondom mij creëerde. En ik heb het snel geschreven. Maar ik vind het zo fijn het boek en ik geloofde toch gewoon nooit de helft van zijn boeken. Want het kon gewoon niet allemaal waar zijn. Ik had wel door dat hij alles heel veel romantiseerde. Maar wat de raakvlakken precies tussen ons waren, dat kon ik niet echt benoemen. En nu weet ik dat. En ja, ik vind het heel fijn gewoon. Dankjewel, Eva. Sorry voor de neusgeluidjes. Ik was dus verkouden. Komt het volgende spraakberichtje naar Eva. Ze volgen nu allemaal achter elkaar achtereenvolgens. Ik ging in 1991 naar de Bijenkorf toen het boekje Titania van Boudewijn net uit was. En hij signeerde daar en het had in de krant gestaan, dus wij er naartoe. En toen had hij mijn boekje gesigneerd, dat heette Titania, ging over een eiland. Ja, natuurlijk, wat else. En ik ging opzij staan toen hij nog signeerde voor Ida, had mij al gehad. En ik lees Titania, want er stond een streepje op de i. Toen keek hij op en hij zei, dat is de juiste uitspraak. En toen zei ik, ja, dat zie ik. Leuk, hè? En bij mij schreef hij voor in het boekje A. Erwina, dan vroeg hij een ander, schreef A. Erwina, de Boudewijn Bug. En bij Ida zette hij voor Ida, maar dan was het met Romeinse cijfers de datum. Vond ik ook zo leuk dat hij dat deed, bij iedereen wat anders. Heb jij hem eigenlijk in zijn leven ook ontmoet of gesproken? Je hebt zo'n goede kijk op hem, ik denk daar zo, maar ja, uit die boeken kun je natuurlijk ook veel halen van hem. Ik had toen Keuten en Geen Einde gekocht en binnen 3,5 uur had ik het gelezen. Maar als je nou vraagt waar gaat het over, ik kon het nooit navertellen. Er stond zoveel in en toch was het ja, spannend, maar navertellen hoor maar. En toen ik in Rotterdam woonde, toen kwam ook het boek Brieven aan Mick Jagger uit van Boudewijn. En dat heb ik toen besteld in de bibliotheek, want zoveel geld had ik nooit zo. Maar nu nog niet, blij van een uitkering te leven. Ik heb hem toen gelezen, maar ik dacht al van, nou ja, hij gaat nooit al die brieven aan Mick Jagger bewaren. Hij zal
heus wel wat verzinnen. Dus ja, er stonden hele brieven in, geloof ik, zoals die het schreef. Maar ik dacht, ja, dat ga je toch niet bewaren. Dat is allemaal geromantiseerd. Maar mensen die dat geloven, snap ik gewoon echt niet. Maar die ene vrouw deed ook echt dankbaar, hè, bij de lezing die hij gaf. Er was een vrouw bij die lezing en die zei dus tegen jou, dank je voor de goede leesbare manier. Nee. Hoe zei ze? Dank je dat je het zo goed leesbaar hebt. Nou, zo zei ze niet, maar goed. Ze vond het fijn dat het zo makkelijk leesbaar was geschreven. En ze klonk ook echt helemaal dankbaar. Dus ja, die was ook een soort dankbaar voor je boek. Dus ik denk, ja, het was wel eens verwarrend wat hij schreef. Dus ja, dat had ik ook wel een beetje uitleg erbij nodig, denk ik, achteraf. En die mevrouw was dus ook erg dankbaar voor jouw uitleg. kom je nog een keertje hier even? Dan kan je mijn boek alsnog signeren. Zou leuk zijn. En op het moment dat hij mijn boek signeerde, moest ik heel even opzij, want een bijenkorf, de bijenkorfverkoopster al daar, die wilde een foto nemen van Boudewijn Bug. Dus ik zoek eigenlijk naar die foto, die bijenkorfverkoopster, want dan sta ik er misschien ook op, want ik stond er toen net naast. Hij was voor mij aan het signeren. Maar ja, dat is ver zoeken in een naald in een hooi, en dat is zoeken een naald in een hooiberg. Sorry, ik ben een beetje moe vanavond. Het is ook wel, kijk hè. 2:52. Wow, ik ga naar bed. Wat rustig. Oh, nog één dingetje wat me te binnen schoot. Ik kan het mis hebben. Ik had altijd de indruk, maar ik kan het mis hebben dat hij altijd tegen de kerk schopte. En dat vond ik eigenlijk wel stoer, want ik ben wel gelovig opgevoed. En ik heb ook wel veel steun aan mijn geloof, maar ik vind ook niet alles kloppen wat de kerk zegt, want er zijn ook wel wetjes die de mensen van de kerk verzinnen, volgens mij. En daar ben ik ook niet zo van gediend. Onder invloed van een strenge kerk heb ik ook het boekje Titania weggegooid met die handtekening. En daar heb ik nog heel erg spijt van. Dus nooit meer gooi ik een boek weg om een kerk. Echt niet. Maar ik heb nog wel een foto van zijn handtekening in het boek. Goed, hè? Nou, oké dan. Iets wat ik me pas ook bedacht. Ik heb een bepaald droom nooit meer sinds ik wat gelukkiger ben en uit die fantasiewereld ben gestapt. Ik droomde ook vaak dat sinds Boudewijn Bug dood was, dat hij zijn eigen dood geëscaneerd had. En ik had hem dat wel eens bij Barend van Dorp horen zeggen, geloof ik, dat hij niet zo goed met zijn bekendheid om kon gaan, dat hij het niet zo leuk vond, die zoiets had ik opgevangen. En in mijn droom is het dan ook zo, en heeft hij zich afgezonderd in een grot, en dan vind ik hem, dat hij daar afgezonderd is, en dan is hij toch wel blij dat hij een mens ziet. En op dat moment, dat hij een mens ziet en ik naast hem sta, besef ik, oh, ik sta naast Boudewijn Bug, ik kan alles vragen wat ik wil, of op de foto met hem kan, of een handtekening. En op het moment dat ik het wil vragen, word ik vaak wakker, iedere keer dezelfde droom. En die droom heb ik niet meer sinds ik in mijn fantasiewereld gestapt ben, heel raar. Maar ik vond het wel frappant. Ik ben ook wel blij dat ik die droom niet meer heb, want als ik dan wakker werd, shit, Boudewijn Bug is dood, dacht ik dan. Want ja, het leven gaat door, hè. We moeten wel. Maar goed, dat had hij ook heel sterk, ja, af en toe. Maar goed, ik ga slapen. Nu echt. Wel trust even. Slapen lukt niet even, want er komt te veel in me boven. Ik lees iedere dag in je boek. Maar begrijp ik het nou goed uit je boek? Want dat dacht ik net over, nou natuurlijk weer. Dat je naar buiten brengt in het boek dat hij een soort verzwolg in zelfmedelijden. Want als ik zo lees hoe die schreef, dan vond ik het juist laconiek hoe die dat optekent. Dat hij er een soort bewust humor van maakt. Ik moest ook lachen toen jij een soort anekdote vertelde met de lezing. En je keek ook heel verrast dat ik lachte. En die anderen zaten allemaal een beetje te kijken. Ja, wacht even.
En eigenlijk maak ik me ook een beetje zorgen of ik wel terecht lachte tijdens die lezing. Ik kan me die anekdote ook niet meer herinneren. Hij was mij destijds onbekend en jij vertelde hem en ik schoot in de lach, want ik herkende zijn laconieke manier van schrijven, weet ik precies wat. En dus jij keek verrast en niemand lachte verder, dus iedereen kende die anekdote of ze vonden het niet echt leuk. Maar anders heb ik misschien onterecht gelachen, heb ik hem gewoon om zijn leden uitgelachen. Maar volgens mij doet hij daar bewust laconiek over in zijn boeken. Dan maakt hij zich gewoon zijn spannende boeken door. Ja, ja, ik weet niet. Ik vond zijn schrijfstijl erg boeiend. En waardoor weet ik niet weer zoiets wat ik niet kan benoemen. In maart afgelopen jaar, dit jaar dus, heb ik nog boeken weggegooid onder invloed van een strenge kerk. En dat waren zelfs hele goede boeken. En ik heb nu de streep eronder gezet. Ik gooi nooit meer boeken weg. Want daar heb ik natuurlijk ook spijt van. Ik gooi de Louise Hay weg. Met Je kunt je leven helen. Oh, dat waren New Age boeken. Dat was occult. Dat mocht helemaal niet. Alsof ik er niet van geleerd had dat ik Barbara Bugat weggegooid. Dat boekje. Omdat het occult zou zijn, weet ik veel allemaal. Dus ik gooi de Louise Hay, want ze zijn zo indoctrinerend. Die kut mensen van die kut ook kerk, sorry. En ik had Eckhart Tolle weggegooid met niet het heden, maar niet het heden, niet nu. Oké, hoe was die nou? De kracht van het nu. Ik weet niet meer iets van Eckhart Tolle. En dat had ik al heel ver gelezen. Moest allemaal weg van die mensen en ik heb het gedaan. Ja, ik was niet zo rebels als jij misschien of Boudewijn Burg. Ik ga er nooit tegen in, maar nu ben ik het zat. Ik ben 54 en ik laat me niet meer leven. Ik wil gelukkig zijn. Wacht, hij stopt weer. Ik heb Boudewijn Burg in een interview wel eens horen zeggen. Als een schrijver gelukkig wordt, dan maakt dat de schrijver in hem haar dood. Daar ben ik het niet mee eens. Want in 1980 of 1981, toen had ik een opleving van toen het niet zo goed met me ging. Toen was ik een jaar of 16. En toen schreef ik het gedicht Geluk. Ik ga het zo proclameren voor je. Ik probeer het heel duidelijk te doen en goed te articuleren. Komt-ie. Geluk. Het komt opeens als een zonnestraaltje, juist wanneer je het niet verwacht. En opeens spreek je en versta je het taaltje, waarin werkelijk alles en iedereen je toelacht. Misschien hoor jij aan een manier van proclameren dat ik me wil gaan toeleggen op voorleesmoeder als vrijwilligerswerk en het voordragen van mijn gedichten. Volgens mijn moeder leg ik te veel nadruk op de klemtoon, maar ik zal jou een voorbeeld geven. Ik maakte in 1980 of 1981, toen ik 16 was, het gedicht getiteld Morgen. Voor mij completeert altijd de titel het volledige gedicht. Zo werkte ik altijd met een gedicht. En ik mocht volledig, moest zonder, volledig zonder klankrijm werken. Maar dat vind ik de laatste tijd onzin. Ik moet niet zo streng voor mezelf zijn. Tegenwoordig mag ik dat van mezelf doen. Want dat is wel mooi, toch? Wel heel mooi. Morgen. Gisteren was die andere dag. Waarop ik je nog lachen zag. Nu breek je je nek. Over onze zorgen, want gisteren dacht je, dat komt morgen. En ik weet dat ik dat schreef toen ik 16 was met de laatste zin, dat komt morgen, had ik een streepje op de A gedaan naar links bij dat. Voor als ik het later zou proclameren, dacht ik toen, dan zal ik het uitspreken, dat komt morgen met extra klemtoon. En dan zegt mijn moeder, jij moet die extra klemtoon niet doen. Ik zeg, jij weet toch niet hoe ik het toen heb geschreven? Ik zeg, ik schreef dat bewust met dat streepje. Dat ik dacht, als ik het later proclameer, dan doe ik het zo voordragen. Ja, zegt ze, maar je legt te veel nadruk. Nou is dat natuurlijk wel opbouwende kritiek van mijn moeder. Maar toch twijfel ik eraan. Ik blijf het mooi vinden met die nadruk, omdat ik het zo heb geschreven. Mag ik advies van jou, tips of zo?
Of weet je dat niet? Zie ook omschrijving link voor een linkje van Talse, de openbaring van Bina Jones 2. En dat schreef ik na het weggooien van de boeken Louise Hay, Je kunt je leven helen en Eckhart Tolle. En ik dacht dus echt dat ik me gelukkig voelde, maar ik waande me gelukkig. Want ik had vrienden, omdat ik hetzelfde geloofde als zij. En dat zijn natuurlijk niet echt vrienden, want dat is geen basis voor een vriendschap. Dus in het linkje van de openbaring van Bina Jones 2 van Talse kun je in de omschrijving dus zien die link. En daar kun je in lezen hoe gelukkig ik mij dus waande. Dit bleek dus weer een schijnwereld. En ja, daarover heb ik het volgende weer ingesproken. Kijk, en bovenstaand stukje, dat linkje bovenstaand, dat is dus een soort, god, ben ik dat woord nu, ik ben echt moe. Een soort een, en daaraan kun je zien, hoe de kerk indoctrineert, want ze denken echt dat je, ze maken je en ze laten je denken dat je echt gelukkig bent als je die boeken hebt weggegooid. En ik dacht ook echt dat ik super gelukkig was. En dat is eigenlijk alleen maar dat zij je opleggen van, oh, je moet je gelukkig voelen, want nu ben je van de kerk. Nou, oh ja, weet ik wat ze zeggen. Maar ja, ik heb het echt gedacht, kijk maar in dat stukje dat ik echt gelukkig was. Zo indoctrineren ze. En wat ik ook mooi van je vond, Eva, tijdens de lezing. Ja, sorry, ik kan het niet gelijk zeggen. Ik denk er vaak over na. Het is nu een beetje bezonken en nu kan ik dingen onder woorden brengen. Je zei tijdens die lezing, mensen die hier gekomen. Ik had even mijn eigen woorden hoor, want al kijk of ik het goed begrijp. Niet altijd handig om te citeren mijn eigen woorden. Maar ik doe het wel eens, dan kan ik zien of ik het goed begrijp ook. Er zijn mensen die hier gekomen zijn naar de lezing om een stempel op Boudewijn te drukken. Wel op ziektebeeld, die hadden zo kunnen onverrichte zaken naar huis gaan. En ja, ik hou er ook niet zo van. Dus dat al die diagnoses, want ze hebben mij ook schizofreen verklaard. Maar ja, wat is nou schizofreen? Ik ben een mens. Ik heb ook epilepsie. En nou ja, en dan hebben ze zo'n mooie slag zien van de bond van epilepsie. Van, je hebt epilepsie, maar je bent het niet. Dat klopt en dat vind ik heel mooi. En zo moeten ze over iedereen praten die problemen heeft. Want als ze vragen, hoe ben je zo van een schizofrenie afgekomen aan mij? Want ze zien niks aan mij. Ik gebruik nog minimum aan pillen, wat je maar slikken, dat helpt. Maar dan zeg ik, ik ervoer het als een enorme stress. Dat snappen mensen beter. En ik heb gewoon geleerd met mijn problematiek om te gaan. Zo benoem ik het nu. Anders is het zo'n stempel. Dankjewel Eva en anderen voor het aanhoren.